Annie Schreijer-Pierik was te gast op de jaarlijkse haringparty van Henk Bolk. Voor de transportsector is Henk Bolk namelijk een belangrijk VVD-lobbyist. Ik kom altijd heel graag hier naartoe. Henk is een hele belangrijke ondernemer. Hij lobbyt ook vanuit de VVD in Brussel en Den Haag. Ik ben CDA'er, heb met Brussel en Den Haag te maken en we helpen elkaar. Ik ben heel veel mensen tegengekomen, heel veel afspraken weer gemaakt. Maar 3 weken geleden was ik ook bij Bolk en het had ook te maken met onze Twentse terminal. En ook wat signalen meer gekregen. Nou, dat geef je dan weer door aan de provincie en de gedeputeerden en aan de wethouders. En zo helpen we met elkaar als het toch gaat om de regio, maar met name ook om Almelo, goed op de kaart te zetten. Want in Europa gaan we ook over projecten, subsidies en werkgelegenheid. En dan moet je elkaar versterken. En dan zijn goede contacten van groot belang. Mijn appartement in Brussel is het heel goed. Mijn medewerker Sander Smit heeft ook een gedeelte van mijn appartement. Wij rijden op en neer van Brussel naar Den Haag, of van Brussel naar Twente, Twente-Brussel. Maar deze maand hebben we 2 keer overal gehad dat we naar Straatsburg moeten. Maar dat hoort erbij. Er zijn een heleboel onderwerpen. Of het nu milieuwetgeving is, of volksgezondheid is, of landbouw is. Over heel veel onderwerpen mag ik spreken. Ik zit daar wel in de grootste fractie. Om maar te zeggen, vanuit Nederland is de VVD PvdA groot. In Brussel zit ik daar bij de grootste partij en is de VVD de 5e partij. Dus je kunt met elkaar een heleboel dingen doen. Ik ben nu ruim 1 jaar in Brussel aan de gang. Dus wat dat betreft, na 1 jaar weet ik echt hoe de hazen letterlijk en figuurlijk lopen. En het bevalt me heel goed. Dus blijven de lijntjes kort. En dan is het ook weer heel mooi, na nu de hele week weg te zijn geweest, vanavond thuis op de boerderij voor het huis met een glas wijn met Jan op de bank te zitten.